We gaan nu luisteren naar een heel andere wereldster, Ennio Morricone. Italiaans componist die door zijn jeugdvriend Sergio Leone gevraagd werd om muziek te schrijven bij zijn films. In dit geval The Good, The Bad en The Ugly in 1966 en Once Upon a Time in the West in 1968. Uiteindelijk schreef Morricone bijna 500 nummers voor film en tv, verkocht meer dan 50 miljoen albums en singles. En wij gaan nu luisteren naar een arrangement van Johan de Meij. Uw aandacht voor Euphonia onder leiding van Adi Licht met Moment voor Morricone.
nog de enige club zijn die hier in al die jaren hebben overleefd. Ondanks alle stormen, ondanks alle nieuwe uitdagingen die er kwamen. Of het nou om nieuwe ledenwerving ging, of het nou ging om andere problemen. Jullie hebben uiteindelijk, jullie zijn overeind gebleven. En de muziek is datgene wat jullie verbonden heeft. En daarmee hebben jullie ook hier, wat nu heet GGZ WNB, verbonden en gemaakt tot wat het is. Het is fantastisch, die bijdrage die jullie in die 100 jaar hebben geleverd. Het is ook bijzonder, het is alsof het afgesproken is, dat jullie nu je eeuwfeest vieren in het jaar dat wij ook 800 jaar stad vieren. Dat hadden we natuurlijk zo afgesproken. Dat is ook heel bijzonder. En wat zo prettig is, is dat door de goede samenwerking tussen de gemeente Bergen-op-Zoom, andere clubs en jullie, dat jullie ook je steentje bijdragen aan die 800 jaar stadviering. Jullie weten, ik ben altijd getuige van jullie optreden tijdens de avondvierdaagse, het défilé, wat we samen afnemen. Ik kan dat niet zonder jullie, jullie zouden het nog zonder mij kunnen. Maar ik ben ontzettend blij dat ik jullie elk jaar daar hoor optreden. Maar ook wat jullie met Koninginnedag doen, jullie concerten tussendoor. Hier de jaarlijkse optredens die jullie hier verzorgen. Het is fantastisch. Maar vooral wat mij trof was tijdens 800 jaar stad vieren, wil je ook iets bijzonders doen. En jullie hebben ook contact, hele goede contacten, met professionele andere muziekgezelschappen. En daarom is het ook heel opvallend dat wij als gemeente ook soms niet hoeven te bedenken wat leuk is om te vieren. Want dankzij jullie is het gelukt, echt dankzij jullie, om de militaire luchtmachtkapel hier naar Bergen-op-Zoom te halen. En tijdens het Proefmei, een van de grote evenementen, zullen zij ook optreden. En de kolonel kwam bij mij langs van de vliegbasis Woensdrecht. En die zei: burgemeester, u hoeft niks meer te vragen. Euphonia heeft alles al geregeld. We komen. Dankzij jullie. Euphonia, ontzettend bedankt voor die goede contacten die jullie hebben. We zijn in die 100 jaar.